Dames en heren, welkom bij een nieuwe Essek Film Review. Het is dit keer War Dogs. Ik moet nu gelijk denken aan Who Let The Dogs uit dat nummer, maar daar gaat de film helemaal niet over. De regisseur van deze film is Todd Phillips en deze man mogen we echt wel op onze blote knieën bedanken, want ik heb nog nooit zo erg in de scheur gelegen om de films The Hangover 1, 2 en 3 was helemaal kut, maar Due Date kon ik ook wel om lachen, dus Todd Phillips, dankjewel. En dan kom je nu met War Dogs en de trailer, dames en heren, die ziet er toch een spik en span uit. Hè? Dat ik denk bij mezelf, dit is de zomerfilm van het jaar 2016. Maar als ik heel eerlijk ben, is het een beetje als een McDonald's reclame. Want in de McDonald's reclame zien de hamburgers er fantastisch lekker uit. Dat je denkt bij jezelf, wow, yo, no way, geen enkele burger kan hier aan tippen. En dan ga je naar de McDonald's en dan koop je die hamburger en dan doe je dat dingetje open. Of dat velletje haal je eraf en dan denk je bij jezelf, huh? Dit is niet wat ik in de reclame zag. Oké, Noah, dus je zegt eigenlijk dat de trailer er veel chiquer uitziet dan de film daadwerkelijk is. Why? Wat ik niet zo chill vind aan deze film is dat ik niet zo goed weet wat er nou zo belangrijk is. Is dat nou de relatie tussen David en zijn vrouw is? Is dat het contract, het wapencontract met de United States America van 300 miljoen? Of is het de vriendschap tussen David en Pekus? Nee, het is David Pekus en het is Ephraim Dulu. Nou, anyway, tussen Ephraim en David. Wat wel heel duidelijk was, en aan dat soort mensen heb ik zo'n schurftekel aan. En dan denk ik bij mezelf, oh, dat soort mensen die wil ik niet in mijn leven hebben. Dat wil ik niet. En over wat voor mensen heb ik het dan? Nou, stel je voor, we gaan even terug naar die middelbare schooltijd. Je verkocht vuurwerk en dat kocht je in bij een Belg of bij een Tsjech. En dat kocht jij in voor, laten we zeggen, een nitraat voor 2 euro, ik noem maar wat. Maar jij verkoopt het door voor 10 euro. Dan heb je 8 euro winst gemaakt op de nitraat. Maar vervolgens hoor jij via via dat die Belg of die Tsjech die nitraten heeft ingekocht voor 50 cent. En jou 4 keer zoveel laat betalen voor die nitraat. Dan kan je bij jezelf nadenken, cool, prima, hey, fuck it. Ik heb 8 euro winst per nitraat gemaakt. Maar nee, deze mensen in deze film, die nemen geen genoegen en die willen degene die hun heeft genaaid terugpakken. Oké, laten we wel wezen, het is een waar gebeurd verhaal en dat zijn dingen waar ik echt van hou. Ik hou van waar gebeurde verhalen die verfilmd worden. Het gevaar is wel dat je dan denkt dat het echt zo is gebeurd, maar dat is niet zo. Maar gewoon puur het gegeven dat er dus 2 jongens in de 20 waren die gewoon met de United States America een wapendeal wisten te sluiten. Het is een gedegen, fijne film. En dan vergeet ik bijna te zeggen dat ik Jonah Hill gewoon weer een baas vind. Elk moment met Jonah Hill vind ik gewoon leuk om naar te kijken. Maar misschien komt het ook wel door dit lachje. Ben je zo'n dik, benauwd, opgezet lachje? In de film is het karakter van Jonah Hill, Ephraim, heel erg obsessed met Scarface. Terwijl de echte Ephraim juist obsessed was met Lord of War. Lord of War, waar ging dat over? Haha, was met Nicolas Cage. Ook die oorlogsfilm, die oorlogshandelaar, maar die wapenhandelaar. Maar dan denk ik bij mezelf, waarom is dat nu veranderd? Dat zou ik eigenlijk wel de regisseur willen vragen. Maar hey, ik heb geen interview. Maar wat ik wel heb, is een eigen filmfeestje op 2 september. Namelijk Soldiers Party. Ik heb mijn eigen zaal in de Pathé Arena. En wil je nou weten hoe je daarbij kan zijn? Check dan even de Instagram pagina van de Filmfabriek. Want jij kan samen met mij een week voordat de film Soldiers Party officieel in de bioscoop draait, exclusief kijken in de Pathé Arena. En anders, vergeet natuurlijk niet te abonneren op de Filmfabriek, want elke vrijdag heb ik voor jou een filmreview staan die jij bepaalt. Want jij kan stemmen op de poll hierboven welke film ik volgende week moet reviewen. See you later, alligator. En ik word gebeld. Yo, Dagbert Duck. Maat, wat doe je? Oké, doei.